Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Fortis Bank Nederland en ABN AMRO. Goedendag op deze tweede paasdag. Gewoon sport op TV Rijnmond. Pasen 2010 gaat de geschiedenisboek in als de trainerswissel bij Sparta. Welkom bij Topsport TV. De koning is dood. Leve de koning. Frans Adelaar is pas sinds gisterochtend weg bij Sparta en nu al hangt iedereen aan de lippen van Aad de Mos. De 63-jarige Hagenaar is sinds gisteren de trainer van Sparta en is overtuigd dat hij de club in de Eredivisie zal behouden. Om vervolgens voor langere tijd trainer en technisch manager te worden bij de huidige nummer 15 van de Eredivisie. Oosterwijk vandaag. Hotel Bos en Ven is voor de komende 4 dagen de thuisbasis van Sparta 1. De nieuwe trainer, Aad de Mos, wil zijn spelers leren kennen en heeft daarom tot donderdag geboekt in Brabant. Erik Achter is lid van Sparta's Raad van Commissarissen en maakte de komst van de oud-trainer van onder meer Ajax mogelijk. Met in zijn kielzog assistent-trainer Martin Koopman als vervanger van Adrie van Tichelen. Zaterdag is het Sparta Heracles. Het moet de eerste stap worden van de Mos op weg naar lijfsbehoud van de Kasteelclub. Als dat lukt, neemt hij volgend seizoen ook de functie van de op non-actief gestelde technisch manager Richard Grootscholte op zich. Ja, maar ik denk dat de combinatie eigenlijk die combinatie is die vroeger ook was. En ik denk dat dat de beste combinatie eigenlijk is. Omdat je anders altijd problemen krijgt. En ik denk niet dat dat werkt. Ik denk nog steeds dat de technische man eigenlijk ook verantwoordelijk moet zijn voor degene die op het veld staan. Anders krijg je altijd een frictie. Dat je altijd kan zeggen, ja, maar die is niet door mij gehaald. En alles is die maar moet halen en die niet. Ik vind dat je een trainer moet aanstellen en daar ook op moet afrekenen. Om te zeggen, joh, je haalt die speler die jij wil. En als het dan niet loopt, dan ben je ook verantwoordelijk voor hetgeen wat je dan gekocht hebt. Maar dan wil jij hier niet 2 maanden werken, niet 1,5 jaar. Dan wil jij hier misschien wel 10 jaar werken. Nou, 10 jaar is een beetje veel op mijn leeftijd natuurlijk. Maar laten we eens praten over 5. Terug naar gisteren. Het is 9 uur 's ochtends als de Mos op een kletsnat kasteel zijn eerste training leidt. Amper 10 uur na de 4-1 afgang in Heerenveen en amper 6 uur na het ontslag van Frans Adelaar. Een training die soms meer leek op een praatsessie. Wanneer is het balletje gaan rollen, het rood-witte balletje? Gistermiddag tijdens de wedstrijd Manchester-Chelsea. Dus ik zat op de bank en ik heb gisteravond had ik een afspraak in Brussel dat ik voor de televisie Anderlecht Club Brugge zou doen als analist. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben naar die wedstrijd gegaan. Maar tussen Manchester-Chelsea en Bayern-Schalke heeft Sparta zich gemeld. Als je een reeks met elkaar neerzet van 19 wedstrijden met 8 punten, dan is dat niet langer houdbaar. Toch heb jij hem heel lang verdedigd. En nu zeg je, het is onvermijdelijk. Ja, kijk, je gaat met elkaar in zee. En dan hoop je natuurlijk dat je de situatie kunt afronden met elkaar op een goede manier. Maar goed, is toch duidelijk geworden dat de kans dat je dit met succes zou gaan afsluiten, dat het toch steeds kleiner werd. En hebben we inderdaad die beslissing moeten nemen. Waarom zeg je ja? Ja, omdat Sparta toch een club is met traditie. Het is een club die mij ook wel aanspreekt uit het verleden. En verleden jaar was ik heel dichtbij al bij Sparta. En als het dan zo gaat gebeuren zoals ik denk dat het moet gebeuren en Sparta die legt dat voor je voeten, dan is dat een kans die je niet kan laten liggen en dan wil je proberen om de club in veilige haven te brengen. Dan weer naar Oosterwijk, want met de komst van de Mos is de Sparta-selectie een speler rijker. Zijn naam? Romano Denneboom, gehuurd van FC Twente. In december weggestuurd vanwege een negatieve houding, nu in alle glorie hersteld. Romano is een speler van Sparta. Ik heb gezegd dat iedereen op nul begint. Dus ik heb alleen maar gevraagd welke spelers staan op de lijst van Sparta. Over welke spelers zou ik... Toen hebben zij gezegd alle. En toen ik dat woord hoorde, daar heb ik ze een hand gegeven. En ik heb niks gezegd. Die had ik al in mijn zak zitten. Als wisselgeld. We beginnen gewoon op nul. Kijk, we moeten nog 4 wedstrijden. En de trainer zegt van... We beginnen gewoon opnieuw, nieuwe start. En jij bent gewoon een van de selectiespelers. Dus. Gaat hij spelen zaterdag tegen Heracles? Dat zou kunnen, ja.
Ja, dat is leuk om te horen. Kijk, ik heb toch de hele tijd eigenlijk voor mezelf getraind. En ik moet zeggen dat ik ook wel redelijk moe ben. Het was een leuke training. Niet eens super zwaar, maar ik merk toch dat je even wat minder hebt gedaan. Maar ja, ik ben wel beschikbaar, dus ik ga mijn best doen. Twee keer in korte tijd is Stefan de Vrij verkozen tot speler van de week. De jonge Feyenoorder was een van de weinige lichtpuntjes in het met 0-0 gelijk spel gisteren tegen NAC Breda. Dus waren de bloemen voor de Vrij. Alsjeblieft, speler van de week. Ja, persoonlijk ben ik daar heel blij mee. Geef toch aan dat je goed hebt gespeeld. Alleen ik denk teamresultaten dat het wel beter kan. We hadden natuurlijk gewoon 3 punten hier moeten halen en gewoon winnen. Maar ja, we hebben erg moeite met scoren en dat zie je nu weer terug. En ja, daar moeten we toch op gaan trainen, want die ballen moeten er wel in als je wil winnen. Ligt dat aan scherpte? Scherpte voor het doel? Ja, dat is moeilijk uitleggen waar het aan ligt. Maar soms zit het gewoon even niet mee en soms ook scherpte, ja. Ja, want er staat wel wat op het spel. 4e plaats, AZ kruipt steeds dichterbij op zo'n manier. Ja, we moeten die 4e plaats gewoon zien te behouden. We staan nog steeds voor, alleen we hebben een zwaar programma, alleen AZ ook, dus het wordt nog spannend. Deze mooie bosbloemen, voor wie zijn die? Voor mezelf. Stefan de Vrij was de enige speler die een 7 kreeg voor zijn optreden dit weekend. Bij de gestaakte wedstrijd tussen FC Omnieuwweld en FC Dordrecht werden geen cijfers uitgedeeld. Uitschieters naar beneden waren er trouwens wel. Feyenoorder Diego Biseswar, Luis Pedro van Excelsior en de Spartanen Sander van Gessel, Darko Boudoul en Joshua John ontvingen een 4. Feyenoorder Ron Vlaar staat nog steeds aan kop in de strijd om de titel Voetballer van het Jaar. Ja, Stefan de Vrij, een van de weinige spelers die de bloemen voor zichzelf houdt. In de eerste divisie pakte de Graafschap gisteren het kampioenschap. En onze regioploegen Excelsior en FC Dordrecht kwamen traditiegetrouw op de vrijdagavond in actie. De Dordtenaren waren in Almere bij FC Omnieuwweld en Excelsior reisde af naar Veendam. Commentaar bij de beelden krijgt hij van Sinclair Bisschop. Excelsior wilde zich tegen het in financiële nood verkerende Veendam revancheren voor de 2-1 nederlaag van vorige week tegen Helmond Sport. Maar de thuisploeg kwam vroeg op voorsprong door een treffer van Rozema. Keeper Arjan van Dijk kansloos 1-0 voor Veendam. Excelsior dan met Tim Vinke gaat het strafschopgebied binnen. Legt hem klaar, dan is daar het schot van Michel van Guldener tegen de hand aan van Lohuis. De rebound van Erasmus tegen de lat. Maar dat maakt al niet meer uit. De scheidsrechter heeft al gefloten voor een strafschop en een rode kaart voor Nick Lohuis van Veendam. En Tim Vinke zet Excelsior vanaf de strafschopstip op gelijke hoogte. Maar in de tweede helft met 10 tegen 11 gaat Excelsior toch verliezen. Want de leeuw tikt van dichtbij binnen. 2-1 voor Veendam tegen Excelsior. Dordrecht dan op bezoek in Almere bij Omnieuwweld. Veel kansen voor FC Dordrecht in de beginfase. Hier Nito Sequeira. Maar de bal wordt goed gepakt door Omnieuwweld doelman Friebel. En Dordrecht, dat slechts 1 wedstrijd in 2010 won uit bij Go Ahead Eagles, heeft veel mogelijkheden om op voorsprong te komen tegen de ploeg die volgend jaar door het leven gaat als Almere City FC. Dan dit moment, 1 minuut voor rust, een rode kaart voor Karim Fachtali. Buitenbeeld heeft hij geslagen naar Guy Ramos en ook al naar Nick Kuipers en dus 10 tegen 11. In de tweede helft denkt Dordrecht te kunnen gaan winnen, maar dan dit moment, licht uitval in Almere en de toeschouwers kunnen naar huis. Omnieuwweld Dordrecht werd na 53 minuten gestaakt. Ook in de korfbalcompetitie nadert de ontknoping. Dit weekend werden de eerste halve finales in de strijd om het landskampioenschap afgewerkt. Met als einddoel natuurlijk Ahoy. Het Papendrechtse PKC moet het daarin opnemen tegen Koogzaandijk, de grote favoriet. KZ tegen PKC, u hoort Frank Stout. PKC eindigde in de reguliere competitie als nummer 4 en gaat nu op bezoek bij de nummer 1 van de competitie en titelfavoriet Koogzaandijk. En PKC doet het erg goed in de eerste helft. Hier is het Leon Simons. Wordt naar binnen gespeeld, aangegeven door David Durondjic. En van achter de korf is het dan raak. Leon Simons, de koning van Papendrecht. Hij neemt zijn ploeg op sleeptouw en dat is niet voor het eerst in de competitie. PKC komt ook voor in de tweede helft. Hier is het zoeken opnieuw naar Leon Simons. En hij scoort 10 tegen 8 in het voordeel van PKC, dus uit Papendrecht.
Dan moet de verliezend zaalfinalist wat terug doen, Koop Zaandijk. Hier met een schot van Rick Voorneveld. En hij zal de ruststand bepalen op 11 tegen 11. Knappe score van de international uit Koog aan de Zaan. PKC doet het zeker niet slecht in de eerste helft, maar kan in de tweede helft daar niet echt een vervolg aan geven. Koog Zaandijk is veel en veel beter. Hier een schot van aanvoerder Chris Kaper. En PKC laat vooral aanvallend veel te weinig zien in de tweede helft. Hier weer Tim Bakker, de international. Boom, goal. En Koog Zaandijk loopt ver uit in het begin van die tweede helft. 17-11 staat het een kwartier voor tijd. Dan een strafhoop voor Leon Simons. Maar die is te kort en dan weet PKC het eigenlijk al. Die eerste wedstrijd in de play-offs tegen Koog Zaandijk gaat verloren. De ploeg uit Noord-Holland kan de wedstrijd simpel uitspelen. Hier Nadi den Dunne die de bal verdedigt. Dus ze lijkt te verdedigen. Deze treffer van Roxanne Detering die telt. En dan weet PKC het al. Zij moeten zich gaan richten op de tweede play-off wedstrijd aankomende zaterdag in Papendrecht. En dan kan PKC de stand gelijk trekken naar 1 tegen 1. Maar na volgende week dinsdag dan hopelijk voor PKC een derde wedstrijd plaatsvindt. Hier nog eenmaal Tim Bakker. Hij wordt de topscorer van de wedstrijd met 7 doelpunten. De eindstand in Koog aan de Zaan 24-15. Gaan we naar hockey. De mannen van Hockeyclub Rotterdam hebben zich voor de derde keer op rij weten te plaatsen voor de halve finales van de Euro Hockey League. En dat op eigen terrein. HCR rekende in de kwartfinales af met Athletic Terrassa uit Spanje. En zaterdag had HCR in de achtste finales ook al gewonnen van een Spaanse tegenstander. Toen werd Club Egara met 2-1 verslagen. Het is knap dat Rotterdam zich dankzij een 5-3 overwinning op het Spaanse Athletic Terrassa weer plaatst voor de Final Four in de EHL. Zeker omdat de Nederlandse competitie, mede door het WK, 5 maanden heeft stilgelegen. En Hans Streder met zijn ploeg dit weekend voor het eerst weer op niveau in actie kwam. Maar de echte ontlading ontbrak vanmiddag bij Hockeyclub Rotterdam na het bereiken van de laatste 4 in Europa. Dat komt waarschijnlijk omdat Rotterdam toch denkt dat ze gedaan hebben wat van ze verwacht wordt. Want HCR werd al in de EHL 2 keer 3e. Ja. We doen wat van ons verwacht wordt. Dat is wel mooi. Dus dan gaan we echt meetellen als je dat zegt. Ja, wel gewoon topprestatie. Ik denk eigenlijk 2 wedstrijden wel domineren wil ik niet zeggen. Maar toch wel gewoon goed gespeeld. En ja, ik denk dat iedereen gewoon heel blij is dat we het gewoon weer gered hebben. Het is eigenlijk een tweede oefenwedstrijd die we spelen met elkaar. En dat, ja, dan zie je dat het afgelopen zaterdag in balbezit nog wat slordig was. En nu zie je een eerste kwart fantastisch hockey. En... Maar dan zie je verdedigend weer dat we toch nog ja, even moeten wennen aan hoe het moet staan. En, maar ja, goed, je bent nooit uitgeleerd, dus dat is prima. Naast HCR plaatsten Amsterdam, Ulenhorst en het Spaanse club De Polo uit Barcelona zich dit weekend voor de Final Four. Maar waar de finale ronde met Pinksteren wordt gehouden is nog niet bekend. Bij de voorgaande 2 edities was de finale ronde bij HCR. Nadat de club dit keer de 8e en de kwartfinales heeft gehuisvest, lijkt de kans klein dat de finales weer in Rotterdam worden gehouden. In hoeverre dat uitmaakt, weet ik niet. Als je gewoon een goed complex hebt, dan maakt het niet uit hoe vaak daar iets gehouden is. Je moet het gewoon houden op de plek waar het meest schikt. Ja, als je naar deze accommodatie kijkt, dan is het een van de weinige accommodaties in Europa die daar echt voor geschikt is. En optimaal voor geschikt is. Een beetje beter weer zou welkom zijn. Maar ja, ik merk het wel. Als het hier komt, komt het hier. Dan gaan we er met z'n allen weer voor. Want dat mag ook wel gezegd worden. Wat hier op die club weer gedaan wordt door mensen van de horeca, de vrijwilligers. Onvoorstelbaar. Het is wel een kracht van deze club, hoor. De regio Rijnmond heeft er de komende 2 jaar weer een nieuw topsportevenement bij. Vanaf begin juni wordt op de banen van golfclub Broekpolder in Vlaardingen het ABN AMRO Ladies Open gehouden. Het toernooi op het hoogste Europese profniveau. Het grootste Nederlandse golftoernooi werd de afgelopen 4 keer in Eindhoven gehouden. Voor de editie van 2010 is de organisatie erin geslaagd om in Laura Davies een wereldtopper vast te leggen. Een naam die u ondanks haar 73 toernooioverwinningen misschien niet zo heel veel zegt. En juist daarin hoopt de organisatie verandering te brengen. Dit is toch een van de grotere toernooien in de hele European Tour. Met een goed prijzengeld van 250.000 euro. Wat natuurlijk niet in verhouding staat wat mannen krijgen. Dus daar moet nog hard gevecht voor worden gevoerd. Maar goed, we zijn op weg. En wil je die sport in de aandacht krijgen, dan moeten de sporters gaan presteren. Dat is in mijn tijd met mijn hockey ook zo. Weet je, hartstikke leuk, maar presteren. En dan komt de aandacht vanzelf. Dus dat moeten we wel hebben. Mariette van der Graaf is een van de beste Nederlandse golfsters en zij zou voor die goede prestatie kunnen zorgen. Van der Graaf speelt van 4 tot en met 6 juni een thuiswedstrijd en kent de baan op haar duimpje. En vooral de laatste hole ligt daar erg goed.
Ik denk dat het een hele prettige hole is om mee te eindigen. Want het is een par 5, wat betekent dat je er normaal 5 slagen over mag doen. Maar voor de dames hebben ze hem voor het toernooi gewoon op de dames tee laten staan. Wat betekent dat hij vrij kort is en dus te halen is voor de meeste mensen in 2. Wat betekent dat je heel vaak een birdie kan maken. Dus in 4 slagen in plaats van 5 slagen. En nog een lekkere slagje eraf doen op je laatste hole. Klaar. Dat was voor haar de birdie. Nog heel even, komende zondag, dan gaat het in Rotterdam weer los. De Rotterdam Marathon. En bij de 30e editie is de Keniaan James Kwambai de grote favoriet. Vorig jaar werd hij nog tweede. Maar hij zal dit jaar te maken hebben met 3 concurrenten uit Kenia. Kipyogo, Kipchumba en de winnaar van de City Pier Cityloop, Patrick Makau. Every day I was to wake up early in the morning. Went to school about 20 kilometers up the hill, down the hill, all the time. So I think the motivation of running came from that area. In school I was not doing well, and I just decided, because you know in Kenya there is no many jobs, but I tried to get into police and I was there, but still running was good than anything else in Kenya. We run to school, we come back lunch. You go back to school like that. You know Europe, when you are growing, you grow with a football. Like Kenya now, young kids now are becoming athletes. Actually, for many years, I was just focusing the history of Rotterdam. New athletes or the best time ever is done in Rotterdam. So me myself, I decided to be one of the debut this year to run a full marathon. I was here last year for full marathon, especially the course. It was well set. The people in Rotterdam are very nice, are good in cheering, they are friendly. Everywhere I go, I find people cheering at me, so I was all happy. It is a good course because it's flat and good weather. No wind, no sun, it's medium. I think Netherlands is a good place for me. It's a good place for me to change my life. Because if I come here, I improve my time. Always. Komende zondag zijn ze te zien, die Keniaanse toppers, tijdens de 30e editie van de Rotterdam Marathon. En natuurlijk doet Radio en TV Rijnmond weer uitgebreid verslag van dat mooie Rotterdamse evenement. Daarmee komt een einde aan deze uitzending. We zijn er woensdag weer met SportXS. En vrijdag kunt u kijken naar onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. Maak er nog een mooie tweede paasdag van en graag tot de volgende keer. Dag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Fortis Bank Nederland en ABN AMRO.